Zoals jullie weten gaan wij vandaag een parcours fietsen. Dat heeft te maken met app op de fiets. Jullie gaan zo een parcours afleggen. Je hebt een fiets, er zijn opdrachten bij, die moet je doen. En dat ga je allemaal doen op je telefoon. We willen een mooie selfie. Ze hebben een heel parcours wat ze gaan fietsen. Daarbij moeten ze op hun telefoon oordopjes indoen. Ze moeten een selfie sturen. Ze moeten appen naar de klas dat ze vrij zijn. Ze komen obstakels tegen. Ze komen een auto tegen. En dan moeten ze allemaal ontwijken. Al append. Helaas hebben we in het verkeer door afleiding en het gebruik van een telefoon op een fiets zorgt gewoon voor afleiding. Hebben we toch nog best wel ook jonge mensen die gewond raken of die zelfs dodelijk verongelukken. En dat willen we gewoon echt niet. Nee, ik app nooit, want ik vind het ook wel gevaarlijk, want er kunnen ongelukken gebeuren. Ik denk ook wel dat er heel veel ongelukken gebeuren doordat mensen met een telefoon aan het fietsen zijn. Oké, dat ging mis. De boete is €95 als je een boete krijgt en we willen vooral gaan handhaven. En dat kan een boete zijn, maar het kan ook een goed gesprek zijn. Ik denk dat er toch wel mensen blijven die het gaan doen. Ja? Gewoon als er niemand kijkt of zo, dat ze het stiekem gaan doen. Tempo, tempo! Fietsen! Oh. Heel goed gedaan. Je gaat naar de finish, meid. Je bent klaar. Super.